Alsjeblieft, ik heb geen zin om herkend te worden. Dan moet je hier niet gaan zitten. Ik wil ook wel eens zien hoe de inboorlingen doen. Meneer Sonneveld, doe eens wat, meneer Sonneveld. Mevrouw, is dat meneer Sonneveld? Nee, dit is meneer Wim Kamp. Oh, daar bent u zeker Corrie Funk. Slaapt hier? Meneer Rus. Oh, zit ik eens aan madame? Oh, ik heb meneer Sonneveld gezien in My Fair Lady. Met onze panelsma. Waar kom nou uit België? Zo, dat is niet te horen. Kun je dat niet horen? Oh, ik vond het geweldig. Vooral meneer Sonneveld. Onze panelsma van de kar. Veel plezanter. Ik zeg ze toch al eens zat? Meneer Sonneveld is veel beter. Ik kan onze paard doen zien. Om kar kunnen tenminste lachen. Ik vind je Sonneveld een zeeveraar. Waar? Ja, en ik leer toch zo kwaad, hè. Ik vond dat heel goed. Ik had toch zo'n compassie nu, ja. Had u meelijden met me? Ja, want eigenlijk had dat masker wel in haar armen willen vliegen. Ja, dat is waar, ja. Als Kiki Liza was geweest, ik had haar gewoon gepakt. Oh ja? Ja. Mag ik u iets aanbieden? Ja, Ger, een handtekening. Een handtekening? Kom maar. Ik begrijp niet dat het zo schokkend is dat meneer Sonneveld op een terras zit. Het is wel symptomatisch voor deze tijd dat de aanwezigheid van een liedjeszanger belangrijker is dan wat er in de rest van de wereld gebeurt. Liedjeszangers staan op de voorpagina. De dichters worden vergeten. De dichters vergeten? Dat ben ik helemaal niet met u eens, mevrouw. Juffrouw. Oh, ik ben het helemaal niet met u eens, dame. Noemt u eens een dichter uit de 17e eeuw? Van der Hooft, Huygens, Vrederode. Alsjeblieft, de dame kent er vier. En noemt u nou eens een liedjeszanger uit de 17e eeuw? Alsjeblieft. Bent u dichteres, mevrouw? Nee, ik ben de vriendin van een dichter. Oh. Ik inspireer. Oh ja, en uw vriend transpireert natuurlijk. kent u dit gedicht? Ontwaak uit het omberbed van uw vloerse waden en zet uw stap op deze diepe paden, zoals de zon en sneeuw in paradijs. Kom, vat uw handen om dit valrijp hoofd en schenk een kinderzoen, gezogen aan veel pijnen. Gelijk de zon in het late jaar aan het kranke wouden hoofd en vul uw mond met waters zoet als wijnen. Vindt u dat geen mooi gedicht? Vindt u dat niet prachtig? Och, natuurlijk vind ik dat prachtig. Ik was inspiratie voor het vers. Ik was deze muze. Was u de muze? Oh, hoe vaak heb ik niet mijn handen om dit valrijp hoofd gezet. Meneer Sonneveld, doe nu eens wat. Doe eens wat? Ik heb net iets gedaan. Ja, maar ik bedoel iets plezants. Ja, meneer Sonneveld, doet u eens wat. Doe ik eens wat? Doet u eens wat? Wat zou ik moeten doen? Wat doet u voor uw beroep? Kassier. Neemt u dan eens een paar bankbiljetjes uit. Nee, meneer Sonneveld, doe eens wat. Doe nou! Nou, vooruit. Kent u zeg boer, waar is je vrouw? Flo, je vrouw. Ja. Nou, is niet bepaald cultureel. Nou, cultureel misschien niet, maar wel om te lachen, hoor. Zeg boer, waar is jouw vrouw? Zeg boer, waar is jouw Flo, je vrouw? Van je pingala, pongala, Flo, je vrouw. Zeg boer, waar is jouw vrouw? Mijn vrouw is in de schuur, mijn vrouw is in de vlooie schuur. Van je pingala, pongala, vlooie schuur. Mijn vrouw is in de schuur. Wat doet zij in die schuur? Wat doet zij in die vlooie schuur? Van je pingala, pongala, vlooie schuur. Wat doet zij in die schuur? Die verkoopt zijn dans de straat, die verkoopt zijn langs de vlooie straat. Van je pingela, pongela, vlooie straat, die verkoopt zijn
je pingela, pommela, voor je geld. Daar krijgt ze voor veel geld. Wat doet ze met dat geld? Wat doet ze met dat vlooien geld? Van je pingela, pommela, vlooien geld. Wat doet ze met dat geld? Daar koopt ze voor een kind, daar koopt ze voor een vlooien kind. Van je pingela, pommela, vlooien kind, daar koopt ze voor een kind. Wat doet ze met dat kind? Wat doet ze met dat vlooien kind? Van je pingela, pommela, vlooien kind, wat doet ze met dat kind? Dat stuurt ze dan naar school, dat stuurt ze naar de vlooien school. Van je pingela, pommela, vlooien school, dat stuurt ze dan naar school. Wat leert dat kind op school? Wat leert dat kind op de vlooien school? Van je pingela, pommela, vlooien school, wat leert dat kind op school? Dat leert het ABC, dat leert het rode ABC. Van je pingela, pommela, ABC, dat leert het ABC. Is dat de politie? Ja, maar ze zijn te laat. Iedereen is al weg. O jee. Oh, het lijkt alsof ze iemand zoeken. Dames, hebt u misschien de heer Zonneveld gezien? Nee, agent, we hebben meneer Zonneveld helemaal niet gezien, hè? Zoekt u meneer Zonneveld? Ja, natuurlijk. Deze man is verantwoordelijk voor deze ordeverstoring hier. Oh, wat een rotvent, hè? Hij is die kant op gegaan, agent. Deze kant? Ja, ja. Dank u, meneer Wallis. Een mietje zou jij het leuk vinden om met een muilkorfje voor te lopen? Is hij weg? Ja. Dank u wel. Ik vind het eigenlijk heel komiek. Ja. En wel aardig ook. Oh ja. Ja. Dank u wel voor uw hulp, oh. Juffrouw. Oh, zeg maar Truus. Dag Truus. Dag Wim. Oma, even afrekenen. Ik moet namelijk naar de repetitie. Oh. Neemt u me niet kwalijk. Laat mij maar afrekenen. Jij hebt haast. Doe je het echt, Truus? Ja, dag Wim. Dan kom ik het geld wel brengen. Hè? Oh. Ik betaal je beslist terug. Oh, geen sprake. Tot ziens. Dag Truus. Oh, dag meid. Wat een enige knul. Wat zegt u, mevrouw? Een enige knul. Hoeveel is het, ober? U neemt alles voor uw rekening, ook voor meneer Zonneveld? Ja, ook voor meneer Zonneveld. Dat is dan 23,45 met 15%. Dat wordt 84 gulden precies, mevrouw, alstublieft. Wat zegt u? 84 gulden? U betaalt toch alles? Meneer Zonneveld is verantwoordelijk voor de ordeverstoring hier. Al mijn klanten zijn weg. Ik kan er toch zeker niet uit bijgezak gaan. Ja, maar voor al die mensen. 84 gulden. Ja, mevrouw. Enige vent, hè? Ach, die Truus, hè. U begrijpt natuurlijk, dames en heren, ik heb al direct die 84 gulden terugbetaald. Dat begrijpt u zeker wel. Trouwens, Truus komt ze zelf halen. Hier in de kleedkamer. We zijn reuze goede vrienden geworden. Ze klopte gewoon op mijn kleedkamer. Dat is nou zo makkelijk als je een artiest wil spreken, hè? Je gaat gewoon de artiesteningang binnen en je klopt op iemands kleedkamer. Nou is het wel zo dat er is een soort artiesten dat is nooit in de kleedkamer. Dat zijn dan de hoofdrollen. Dan is er een soort artiesten dat is bijna altijd in de kleedkamer. Dat zijn de bijrolletjes. En dan zijn er artiesten die altijd in de kleedkamer zijn. En dat zijn dan de vervangers. Maar weet u, het gebeurt soms namelijk dat je iemand in je kleedkamer krijgt die je niet herkent en die je eigenlijk zou moeten herkennen. En dat is soms zo ontzettend vervelend, hè? Mij is namelijk iets gebeurd, dat moet ik u even vertellen. Een paar jaar geleden... Ik mag niet roken in de kleedkamer, maar u staat er wel toe, hè? Een paar jaar geleden waren wij op tournee in West-Indië. En in Paramaribo was een Hollander, een apotheker, een nogal aardige man... Eigenlijk was het een beetje een vervelende man.
En eerlijk gezegd was het een ontzettende vervelende vent. Want die man die liep de hele dag achter ons aan. Dat bedoelde hij natuurlijk goed. Maar ja, hij begreep niet dat wij ook wel eens alleen wilden zijn. Hè? Enfin, hij was dus ook apotheker. En op een goede dag ga ik zijn apotheek binnen en ik vraag om maagpillen van een bepaald merk. Die had hij niet, maar hij zei, Sonneveld, jongen, dat is een lollige broek, dat begrijpt u wel, Amsterdammer ook. Hij zegt, Sonneveld, ik kom over 5 jaar met verlof in Holland. En waar jij dan ook bent, ik klop op je kleedkamerdeur en ik zeg alleen maar, ik heb ze. En dan weet jij dat ik het ben. Nou, u begrijpt, dat verhaal was ik al lang vergeten, toen er 14 dagen geleden plotseling op mijn kleedkamerdeur klopt. Goed. Brandweer, wacht even. Ja, binnen. Ik heb ze. Eerst dacht ik bij mezelf, die man die moet ik ergens van kennen. Maar hij kwam al op me af, alsof we de beste vrienden waren. Zonneveld kerel, hoe maak je het? Ik maak het uitstekend. U ook? Nou, ik maar hoor. Dat wij elkaar hier nou moeten treffen, hè? Ja. Je ziet wel, de wonderen zijn de wereld nog niet. Nee, de wonderen zijn de wereld niet uit. Toen was het natuurlijk te laat om te zeggen, ik ken u niet. Dat doe je natuurlijk niet. Zo, dat is leuk. Ja. Om u even te zien. Ja. Zeg, je gaat je zeker sminken, hè, voor de show. Ik ga hem even kleuren, ja. Ja. Nou, dan ga ik even zitten. Mag dat? Het liefst had ik gezegd, nee, dat mag niet. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Ga nu zitten, ga zitten. Dat is gezellig. Ja, 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 ja. Alles goed? Alles is uitstekend, ja, prima. Ja. Met u ook? Ja, 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 ja. Ik ben weer helemaal de oude, hoor. Zo, zo. Ik moet die man dus gekend hebben toen hij de oude nog niet was. Zo, dat is leuk om te horen dat u de oude weer helemaal bent. Ja. Dus u maakt het goed. Ja, ja, ja. De orgelen van Rijster. Dat is leuk, hoor. Het is even leuk, ja. Ja, ja, ja. Hoe is het met de maag? Toen dacht ik, nou weet ik het. Het is iemand uit het ziekenhuis op de Prinsengracht. Daar hebben ze dus een foto genomen van mijn maag. Dat is natuurlijk een verpleger geweest. Nou moet ik aardig zijn. Nou, daar ben ik weer helemaal vanaf, mag ik wel zeggen. Dankzij u. Ja. Lachen, dankzij mij. Ja. Nou ja, ik had je graag geholpen, hoor. Als ik gekund had natuurlijk, begrijp je wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ik ben blij dat je er helemaal vanaf bent. Ja, ja. Van de kwaal dan natuurlijk. Van de kwaal, ja. Ja, ja, ja. Agaatje heeft nog vaak naar je gevraagd. Naar mij? Ik heb nog nooit van Agaatje gehoord. Ik denk, weet je wat, ik zeg maar wat, misschien kom ik er wel achter. Zo, Agaatje heeft naar mij gevraagd. Ja, ja, ja. Is Agaatje nog steeds zo dik? Hé? Wat is dat? Agaatje dik. Nou ja, ik zet me voor de lol, ja, hoor. Nee, nee, Agaatje, wij kennen Agaatje wel. Nee, nee, oh. Dat zou ik ook zo zeggen, hè? Nee, Agaatje is helemaal niet dik. Agaatje is... Anders. Ja, ja, ja. Die Agaatje. Ja, die Agaatje. Laat Agaatje maar schuiven. Hè? Zeg, dat wil je nou niet geloven, Zonneberg. Maar ze wist op het laatst niet meer de lol van de ernst te onderscheiden. Is Agaatje dan... Oh ja? Waar? Hey, hond. Dat is dom van me. Dat is dom, dat had ik niet moeten doen. Dat spijt me, hoor, jongen. Jij moet nog sminken, je moet nog moppen en zo. En ik kom je dergelijke onheilstijding brengen. Neem me niet kwalijk. Dus, niet moeten doen. Ik me vooruit, kerel. Kop op, joh, trek het je niet aan. Hè? Ja, het leven gaat door. Niet waar, hè? Zo is het. Gezellig hoor. Ander onderwerp. Stop ja, in de doofpot. Graag, ja, graag, ja. Zeg wat eens, nog in Indonesië geweest? Nee, we zijn helaas nooit in Indonesië geweest. Nee, ik had het best willen zien. We waren wel in West-Indië. Ja, dat moet je mij vertellen. Nou weet ik het. Het is iemand van de KLM, een of andere Sjoerd. We zijn toen met het vliegtuig naar West-Indië gegaan. Zo! Zeg, jullie zullen het ook wel eens vervelend vinden. Altijd die lange tochten. Huh? Net of ik altijd van die lange tochten maak. Nou, niet altijd, maar toch wel vaak. Ja, vaak, maar vaak en vaak is twee. Ja, waar, dat is ook weer waar. Ja, 2 en 2 is 4. Ja. Ja, maar ik vlieg nooit.
Toen dacht ik, nou kom ik er nooit meer achter, nou hou ik maar op. Nou, jij moet zeker. Wat zei u? Jij moet zeker. Ja, ik moet, ja. Nou, dan gaan we eens, kerel. Ja, tot ziens, hè. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is gezellig. Ouderwets gelachen, hè, jongen. Leuk, hè. Ja, ja, ja. Zit nou, voor ik wegga, moet je me één ding vertellen, hè. Welk land vind jij nou het leuk? Suriname of Curaçao? Oh, maar dat vind ik zo moeilijk te zeggen, zeg. Dat vragen mensen uit Curaçao en uit Suriname altijd. Als het onder ons blijft, wil ik u dit wel zeggen. Ik vind Suriname het leukst. Geef me de 5. Ik vind nou zo fijn, hè? Hoezo? Dat vind ik namelijk ook. Oh ja? Hoezo? Nou, ik bedoel de mensen op Suriname fijner zijn, hè? Oh, bedoelt u dat? Nou, dat vind ik onzin. Ik vind de mensen in het ene land niet fijner dan in het andere land. Dat vind ik onzin, dat vind ik nou gewoon onzin. Ik bedoel, er zijn in alle landen zijn leuke mensen en in alle landen zijn ontzettend vervelende mensen. Ja, nee, dat is onzin. Bijvoorbeeld Suriname vond ik erg leuk. Bijzondere leuke bevolking. Maar bijvoorbeeld in Suriname, om maar eens een voorbeeld te noemen, er was een vent, zeg, die ons als maar achterna liep. Een soort apu. En dan ben ik in de mand gevallen. Nou wou ik al die tijd doen alsof ik je niet herkende. En ineens val ik door de mand. Doe me man dat jij binnenkwam, dacht ik bij mezelf, nou doe ik alsof ik hem niet ken. Die Kees. Die ratkees. Zeg, jij heet toch Kees, hè? Ik heet Piet. Oh, nou ja, dat is het enige wat ik dan niet meer wist, hoor, dat je Piet heet. Nee. Nou ja, maar dat was toch ook een Kees? Ja, maar die heeft nou een mouwkorf voor. Gezellig, gezellig. Yeah. Nou, ik ga eens weg, hè. Het allerbeste, hè. Dag, Zonne... Zonnekan. Zonnekan. Kun je uitschrijven, ja. Nou, we zien elkaar nog, hè. Nou, hoezo? Nou, ik logeer om de hoek in Hotel Amerika. Oh, dat is lekker dichtbij. Ja. Blijf je lang, een paar dagen? Maanden. Dat is leuk. Gaan we weer lachen, hè. Ja. Tot ziens, hè. Het beste. En dan de groeten, hè. Aan wie? Aan de boer en co. Oh, ja. Tot ziens, ja. Dag. Ach jee, ziet u, dat zijn nou van dat soort gevallen. Maar omgekeerd is het eigenlijk nog erger, hè? Als de mensen jou niet herkennen. Nou doen wij altijd wel alsof wij het vervelend vinden dat mensen onze handtekeningen vragen of ons dingen ons aanspreken op straat. Maar eigenlijk vind je het ontzettend vervelend als je niet herkend wordt, hè? Laatst bijvoorbeeld zit ik aan een diner. Ik zit al een uur naast een dame en opeens zegt ze tegen me, nou ik geloof dat u een type voor het toneel bent, u moet artiest worden. Toen zeg ik, beste mevrouw, ik heet Sonneveld. Dat is nou ja, dan verandert u die naam een beetje. Maar zo komen er ook mensen in je kleedkamer die je bijvoorbeeld iets aardigs geven. Kinderen die een bloemetje brengen. Of kinderen die een tekeningetje geven. En weet u wat ik bijvoorbeeld gehad heb pas? Kijk eens. Deze ring. Dat is nou niet om de goudwaarde, hoor, maar wat een aardige geste. Als mensen, en vooral met een inscriptie erin. Zal ik u eens laten horen wat daarin staat? Ter herinnering aan 22 november 1959 in het nieuwe De La Mar Theater uw programma De Bloemetjes Buiten. Het was onze trouwdag en wij hopen nog vaak op onze trouwdag naar u te kunnen komen kijken. Wij hopen dan ook dat u deze ring zult dragen en... Wij verblijven uw dankbare familie Wijnman Roempelmeijer, familie en schoonfamilie. Toch aardig, hè? Zeg. Weet u wat ik nou zo heerlijk vind van het optreden van de televisie? Dat het je eigenlijk helemaal in je hart niks kan schelen wat het publiek ervan denkt. Er zit maar weinig publiek bij, je doet het hoofdzakelijk voor de camera. En dat komt natuurlijk om in een theater, dan hebben ze direct betaald. Hè? Ik wil niet zeggen dat u natuurlijk niet betaald hebt, hoor. Maar ik bedoel, er zitten nou zo'n paar miljoen mensen naar ons te kijken. En tenslotte betaalt u maar 30 gulden per jaar. Dat is gemiddeld een dubbeltje per avond, nietwaar? En wat kun je daarvoor verwachten? Nietwaar? In Amerika is het zelfs zo, daar weten ze van gekkigheid niet meer wat ze doen moeten, hè. Daar hebben ze nou een quizshow in Amerika. Een quizshow, als je dan meedoet, dan krijg je eerst een liter whisky te drinken. En dan moet je raaien wie je bent. Zeg, toch geloof ik dat de televisie een enorme invloed zal hebben op het schouwburgbezoek.
Ik bedoel niet dat het minder zal worden, integendeel, het Schouwburgmuziek is zelf omhoog gegaan. Maar ik bedoel het gedrag van het publiek. Want u zit nou naar mij te kijken, u kunt mij zien, ik kan u niet zien. Hè? U bent aangekleed, uitgekleed in een pyjama, in een avondjurk, in een pak, in een huisjasje. En ik geloof dat wij dat in het theater ook moeten gaan doen. En ik ben van plan om mijn volgend programma helemaal in televisiesfeer te brengen. U mag doen wat u wil. U mag doen wat u wil, als u maar betaalt en maar komt. En dan zul je zien dat de hele eerste rij met zijn voeten op het voetlicht gaat zitten. Dat ik af en toe iemand ontdek in de zaal die met zijn voeten in een teltje water zit. En dat we af en toe eens een stepinnetje uit de vleugel opvissen bijvoorbeeld. En dan staat er ineens iemand midden in de zaal op, omdat er achter in de zaal een deur open gaat. En dan roept er een vrouw, Gerrit, wie is er nou op? En dan roept Gerrit uit de midden van de zaal, Zonneveld! En dan zegt ze, oh, dan ga ik nog even door met de afwas. Roep me maar als het leuk wordt. Dames en heren, we gaan verder met ons programma. Het wordt een gezellig, gevarieerd en Hollands programma. En u gaat kijken naar twee echte Hollandse liedjes op een manier zoals u ze nog nooit gezien en gehoord hebt. Allereerst drie schuintamboers. En daarna, ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan. Ze kon maken wat ze wou.
En ze maakte van Wolter een dominee, pardoes. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee. En mijn zuster die niet die. En mijn zuster die niet die. En mijn zuster die niet die. En ze maakte van boter een wafelvrouw. Een wafelvrouw, pardoes. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks, pardoes. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van boter een kastelein, pardoes. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Zij je pakken, zei de toverheks. Zij je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van boter een barones, pardoes. In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van boter een lichtmatroos, pardoes. Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos. In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van boter een dikke meid, pardoes. Lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos. In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En ze maakte van Wolter een ouwe heer, pardoes. Heel voorzichtig, zei de ouwe heer. Heel voorzichtig, zei de ouwe heer. Lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, zei de lichtmatroos. In de suite, zei de barones. In de suite, zei de barones. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, zei de dominee. In de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die.
mooie benen, zei de lichtmatroos. Kom er binnen, zei de mavelvrouw. Zij je pakken, zei de toverheks. Eerst betalen, zei de kastelein. En de zwitte, zei de barones. Heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, zei de dikke meid. In de kark, zei de dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. Waar is het dan? Waar is het lievertje dan? Dag, zoete meid. Ja, ik ben omaatje. Omaatje. Omaatje van moeders kant. Oh, zeg nou, dag oma. En moeder, het kind is pas 4 weken oud. We snappen toch niets van. Wat je spring. Je kunt de kind niet vroeg genoeg het verschil leren tussen oma van moeders kant en oma van vaders kant. Vooral in jouw geval. Zeg dan, dag oma van leven. Moeder, het kind moet nu slapen. Ach, het is een schatje. Precies jij toen je klein was. Jammer dat ik in het ziekenhuis lag toen ze geboren werd. Ik had erbij willen zijn. Oh, maar dat had Wim nooit goed gevonden, moeder. Heb ik u eigenlijk al verteld dat Wim de dokter zelf geholpen heeft? Wat zeg je? Kind, je gaat dan niet vertellen dat je geen vroedvrouw hebt laten komen? Wim wilde het zelf doen, moeder. Maar je man is toch geen vroedvrouw, Jasperien? Wim kan alles, moeder. Kijk eens, die lamp heeft hij zelf gemaakt. En nee, kind, dat had je nog niet moeten vertellen. Omdat je man nou een lamp kan maken, dan kan hij toch nog geen vroedvrouw vervangen? Maar moeder, we hebben immers de medische encyclopedie die. En het spaart zoveel geld als Wim alles zelf doet. Vindt u de lamp niet mooi? Mm-hmm. Enig in zijn soort. En die bank, ook zelf gemaakt. Ga je zitten. Hoe zeg, voor geen geld. Ik ga liever op die stoel zitten. Ook zelf gemaakt. Zit dan toch maar op die bank. Niet op een puntje, moeder. Ja. Oh, daar is hij. Wim. Moeder is er. Ja, ik zie het, ja. Ik zie het. Dag, dag mevrouw, dag mevrouw. En Wim, leer je toch eens een keer een moeder te zeggen tegen moeder, hè moeder? Nou, heel graag hoor. Dag, dag moeder. Hebt u de baby al gezien, mevrouw, moeder? Bedoel ik? Oh ja, het is een schatje. Een schatje, precies, hè? Mijn dochter. Ja. Ja, het is een schoonheidje. Een schoonheidje, hoe kunt u het zeggen, zeg? Hoe kunt u het zeggen? Dat vind ik zoiets geks. Ik, of baby's mooi zijn of lelijk, dat kan ik nooit zien. Ik vind het net allemaal oude ventjes. Altijd. Trouwens, kan me weinig schelen hoor, of een kind mooi of lelijk is. Ik zeg altijd maar, als het maar van jezelf is. Het is niet hopen dat je later lelijke kinderen krijgt. Of zou jij het leuk vinden als je kinderen later lelijke mensen werden? Oh, dat kan me niks schelen, zeg. Ik zeg altijd, als je lelijk bent, dan moet je je heel goed kleden. Of dat wat helpt. Natuurlijk helpt dat als je echt lelijk bent, varkensachtig lelijk. Als een dame varkensachtig lelijk is en ze heeft een hele mooie japon aan, dan zegt iedereen die is vast van goede huizen. Wat heb u een mooie japon aan? Wat heb je daar, lieverd? Wat ik hier heb, de voordeur. Voordeur? Ja, het slot was kapot. Had je ervoor met het slot eruit kunnen nemen? Het slot eruit nemen ben je helemaal mal, dan kan iedereen in en uit lopen als ze willen. Nee, die man zal altijd een vreemde voor me zijn. Oh, voor mij niet hoor. Ik hou van hem. Het is een man die alles kan. Oh, moeder, zal ik u eens laten zien waar hij nu weer mee bezig is. Mm-hmm. Zoiets enigs. Oh, moeder, wacht even. Ik laat het zien. Kijk eens, moeder. Een bedje voor het kind. Mm-hmm. Ah. Laat je daar met je kind in slapen. Oh. 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 Wat is er in zijn Ik krijg zulke afschuwelijke schuurt in mijn buik. Ja, maar ben eens. Ah, de dokter? De dokter ben je helemaal mal. De medische encyclopedie. Ja. Nee, de pocketuitgave. Even kijken, zoek even de A voor me. De A. De A. Oh nee, de B. Het is buik. Het is de B van buik. Dus even kijken. Buik, buik 1, buik 2. Buik verrekt. Er zijn 5 beuken, zeg. Buik 3. Indrukken, diep ademhalen, kijken wat er gebeurt. Indrukken. Ah! Zijn dat voor rotgeentjes, zeg? Alsjeblieft, ik weet precies wat ik heb. Wat heb je dan? Blinde darmontsteking, appendicitis. Ja, maar bij het ziekenhuis. Geen sprake van me. Ik doe het zelf. Nee, maar die man is gek. Kind, bij het ziekenhuis. Moeder, Wim kan alles. Juist, een mes. Ik kan hier niet naar kijken. Ga dan weg, mens, als je er niet naar kan kijken. Ik blijf. Ik blijf voor mijn dochter. Dat is een broodzaag, een vleesmes. En een handdoek en een teeltje, vooruit.
Oh, vriend, artikel. Een schaap. Daar gaat u dan. Een nat en een draad schoon. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn beukje vind. Als je weet, die is niet voor u, niet voor de poes. Nee, nee, dat is een gewone naald en draad. IJzeren garen en de dingen. Kijk eens even wat er allemaal op mijn beuk komt. Oh, dankjewel. Uitstekend, haal een pleister. In de werkbank, in mijn eerste hulptrommel. Uit. Auw. 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 Ik zet er mijn schoentje te neuien en trek hem een draadje toe. Dan wil je de draad even doorbijten, alsjeblieft. Dankjewel, uitstekend. Zo, de pleister, het is gebeurd. Nee, wat over de plan, je liever? Nee, dankjewel. Dat is voor elkaar zo. Hoe is het mogelijk? Nou, hoe is het nu met je? Oh, het was op het kantje af, hoor. Bijna beukvlies ontsteken. Oh, wat ben je toch flink en knap. Ik ben toch zo trots. En ik keek zojuist even naar binnen, maar de lever is ook niet helemaal wat je noemt. Nee, maar dat doen we dan volgende week, hè? Wil je me even ophelpen? Wat heb je? Wat is er? Mijn been wil niet meer naar de grond. Oh, zie je nog wel, prutser! Dilettant! Maar waar is de medische encyclopedie? De medische encyclopedie, hou je in mijn benen vervast. Ik heb hem gelaten. Nee, het boekje, het kleine boekje. Het kleine boekje. Het zit erin. Er zijn soms in het leven van die dagen dat alles somber is en hopeloos en triest. Dat we ons ellendig voelen en ter neergeslagen, zo van die dagen dat de mens de moed verliest. Maar om niet te blijven treuren en onszelf wat op te beuren, zingen wij voor ons verzet, dit hartverheffend monument. Er is hongersnood in India. Watersnood in Japan. Er is terreur en angst in Oost-Berlijn. Vreemde wapens in Iran. Er is een negerprobleem in Amerika. Er is een negerprobleem in Afrika. Khrushchev brengt Kennedy. En Kennedy brengt Castro, Algiers brengt de Fransen, en Tito, Sukarno, en Nasser, en Franco, wachten op hun kansen, en overal staan negers klaar, want iedereen, iedereen haat elkaar. Wat is de mens vooruitgegaan, dankzij zijn intellect? Zo boven alles uitgegaan, zo knap en zo perfect. Want op een mooie lentedag als de mimosa bloeit, dan drukt er iemand op een knop en zijn we allemaal verschroeid. Er is hongersnood in India. Waterstoot in Japan. Wat de natuur ons nooit heeft aangedaan, dat doet de medemens ons alleen aan het strand, lekker lui in het zand.
Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee, dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica, die speelt do re mi fa sol la, tralali tralala. Zo heerlijk rustig, yeah yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal. Zo heerlijk rustig, de man met de mondharmonica, de kinderen met hun pa en ma, en de golven op zee deinen rustigjes mee. Zo heerlijk rustig, en in de lucht daar drijven al wat witte wolkjes in het blauw. Niet te gauw, niet te gauw, maar heerlijk rustig, yeah, yeah. En heel stil, heel tevreden zakt de zon in de zee. Zo heerlijk rustig, zet de lucht en het strand in een laaiende brand. Zo heerlijk rustig, en plotseling zwijgt de muzikant. De kinderen zitten hand in hand, maar de zee ruist nog voort, dat is al wat je hoort. Zo heerlijk rustig, de mensen blijven even staan, voordat ze weer naar huis toe gaan, en ze zuchten voldaan. Wat was dat rustig, jij, yeah, yeah. U zult het misschien niet geloven, dames en heren, maar daar heb ik nou zo'n enorme behoefte aan gehad, hè. 2,5 jaar lang bij My Fair Lady heb ik gedacht, eindelijk wil ik wel eens een rustig liedje en een rustige show. My Fair Lady was zo'n herrie, alles was altijd vol. Achter het toneel was het vol, in de kleedkamers was het vol, in de foyer was het vol, in de orkestbak was het vol, de zalen waren vol. De zalen waren op het laatst zo vol, de mensen zaten zo op elkaar. Ze konden niet eens meer zo applaudisseren, dan moesten ze het zo doen. En ze konden ook helemaal niet zo lachen, ze moesten zo lachen. Maar My Fair Lady is wel heel fijn geweest, hè. Laat u zich vooral niet wijsmaken dat My Fair Lady nooit meer terugkomt. Volgens mij wordt My Fair Lady een instituut. Iedere generatie moet 1 keer per jaar My Fair Lady zien voortaan. Net als de Gijsbrecht van Aamstel, de Matthäus Passion en Wim Kan. Maar de stemming was enorm onder de artiesten. Dat zult u misschien gek vinden dat ik dat zeg. 2,5 jaar goed met elkaar kunnen opschieten in kleedkamers. Maar dat is natuurlijk wel een klein beetje anders dan bij u. He, menselijkerwijs, nou ja, verschillen we niks, bijna niks. Maar ik bedoel, sociaal ligt het bij ons een klein beetje anders. Dat beroep van ons is eigenlijk nog het enige fatsoenlijke beroep waarbij je je meteen, zodra je begint, uitkleedt. Je gaat de kleedkamer in en ruts, je staat in je hemd. Nou ja, en dan geef je ook gauwer bloot, nietwaar? En dan vervaagt alles, dan wordt alles betrekkelijk, dan worden ruzies en oneenigheden worden dan zo ontzettend betrekkelijk. Stelt u zich voor dat uw directeur u op zijn bureau roept en die staat in zijn onderbroek. Dan wordt het toch allemaal veel betrekkelijker. Nee, maar, hè? Dames en heren, ik wou graag een liedje voor u gaan zingen. Een liedje van Louis Davids. Het liedje is geschreven... Ah, dat vind ik nou leuk dat u daarvoor applaudisseert. Het liedje is geschreven, want het is nog steeds een levend liedje. Het liedje is geschreven in de crisisjaren. En nu, zelfs in de tijd van de hoogconjunctuur, gaat het nog steeds op. Luistert u maar, ik kom zo bij u. Mijn liefste alle dagen hoor ik jou steeds maar klagen. Wij zijn wel twee gelieven, maar zonder perspectieven. Ik kan jou nog niks geven om van en in te leven. Maar de twee laatste nachten heb ik in mijn gedachten iets liggen fantaseren, dat wil ik jou offreren. Een huis van rode stenen met klimop eromheen. Tot aan de vensters komen de takken van de bomen en rozen staan te geuren voor glazen serre deuren. Een grijze poes zit binnen op het kozijn te
spinnen en een kanariepietje zingt in de zon een liedje. Een tuin vol boerenbloemen waarin de bijtjes zoemen en groen met witte hekjes schutten intieme plekjes die tot een zitje noden. Voor deurwaarders verboden staat ergens op een bordje, jij in je keukenschortje brengt koffiewater aan de kook en uit de schoorsteen kringelt rook. Ik heb geen geld en geen juwelen voor het meisje waar ik veel van hou. Geen woning om met jou te delen, maar ik heb mooie luchtkastelen en die zijn allemaal voor jou. Als jou dat soms te klein is, niet chic genoeg en fijn is, zit niet in de misère, want ik maak gauw carrière. Dan maken we een potje en kopen een oud slotje, dat laat ik restaureren. Als klaar is inviteren we tantes, ooms en neven. Ik wil jachtpartijen geven, we eten voortaan vossen uit onze eigen bossen. We hebben ophaalbruggen, stoelen met rechte ruggen en hoge stenen hallen, waar stukken kalk uitvallen. S'nachts rammelen er knoken, een voorvader komt spoken, om een perkament te lezen, zal Lau Metel wel wijzen. Die is al bij zijn leven niet één nacht thuis gebleven. Mij zal men slot hernoemen, mijn heldendaden roemen. Op feestelijke dagen zal ik een harnas dragen. En om de 7 jaren moet ik ter kruistocht varen. Alleen een paard is voor mij niets, dat doe ik dan wel op de fiets. Ik heb geen geld en geen juwelen voor het meisje waar ik veel van hou. Geen woning om met jou te delen, maar ik heb mooie luchtkastelen en die zijn allemaal voor jou. Ik had er best nog even in willen blijven. Ik vind liedjes in bed zoiets heerlijks. U hebt al gezien, ik heb vaak repertoire in bed, hè. Dat vind ik het heerlijkste wat er is. Het bed vind ik namelijk het fijnste plekje op aarde. Nou, het fijnste moet ik niet zeggen. Er is één plekje, dames en heren, daar moet ik u van vertellen. Er is één plekje op aarde, dat gaat voor mij boven alles. Dat gaat boven Rome, boven Parijs, boven Londen, boven New York, boven Egypte, boven Griekenland. Het is een plaatsje in Holland. Dat plaatsje in Holland heeft een enorme indruk op mij gemaakt in mijn jeugd. En misschien heb ik het een klein beetje overdreven in dit liedje. Maar zo voel ik het nou eenmaal. En dat plaatsje, dat maak ik namelijk het allerliefste mee bij een zwoele nacht. Luistert u maar. Ik ken de Mona Lisa, haar kuisoogopslag. De klokkentoren van Pisa, al scheef sinds jaar en dag. Vanaf de Eiffeltoren heb ik Parijs gezien. De Sphinx in het zand verloren vanuit een vliegmachine. Maar nee, 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 geef mij maar een zoele nacht in Krimpen aan de IJssel. Het krieken van de dag in Krimpen aan de Lek. Ja, stil nou. Niets evenaart, het stille maan ligt op de IJssel. Of haalt het bij de bleke oevers van de Lek. De Lek. In Las Vegas kun je trouwen in een minuut of 10. In Afrika zijn vrouwen die trouw je ongezien. In Spanje gaan de meisjes zo makkelijk niet mee. In Arnhem zijn de meisjes alleen voor bij de thee. Maar nee, 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 die, 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 die. Geef mij maar een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel. Het krieken van de dag in Krimpen aan de Lek. Gaat u nou toch weg? Niets evenaart,
het stille maanlicht op de IJssel? Of haalt het bij de bleke oevers van de Lek? De Lek! Kun je dat dan horen, hè? Krimpen aan de Lek. Waar ben u nou? Oh, meneer. Meneer. Krimpen aan de IJssel. Krimpen aan de Lek. Toch wel bedankt, mevrouw. Dank u wel, hoor. U komt er wel uit, hè? Oh ja, u komt er wel uit, zie ik. Pas op de glad, buiten is het glad. En, dames en heren, deze kunstmanifestatie eindigt met iets waar bijna alles in het leven mee eindigt. Met fodden. Ik zat vanavond zo te denken en ik dacht bij mezelf, er zitten zo 2-3 miljoen mensen naar ons te kijken en te luisteren. En daar zijn dus minstens 1 miljoen vrouwen bij. Die dragen dus 1 miljoen japonnetjes. Wat gebeurt daarmee? Voordat ze uit de mode zijn, is het fodden. Er blijft natuurlijk genoeg stof over voor een aardig kussen of een aanvattertje. Niet waar? Maar ik bedoel, neem bijvoorbeeld een jonge vrouw. Juffrouw, u gaat naar het stadhuis als stralende bruid. Een grote witte bruidssluier. Uw man aan de arm. U komt thuis. U legt hem in de mottenballen, de sluier. Een jaar later haalt u hem voor de dag, want u moet de appelmoes zeven voor uw kleine. U legt uw bruidssluier over een klein blauw pannetje en met een pollepeltje roert u de appelmoes door uw eigenste bruidssluier. Wat is daarvan over tegen de tijd dat het kind hagelslag begint te eten? Fodden. En niet alleen met vrouwen, maar ook met mannen. Nemen we nou bijvoorbeeld het eerste beste gezin, de familie De Kwaai. Wat gebeurt er als Jan met AOW gaat? Dan moet de familie De Kwaai dus kleiner gaan wonen. Niet waar? En wat doen ze met de steek van Jan? Ik bedoel de ministersteek van Jan. Wat doen ze ermee? Die zetten ze op een klein tafeltje in het alkoofje. Als reliquie van de glorie. Een paar jaar later is het een stofnest. En mevrouw De Kwaai legt de steek boven in de linnenkast. Op zekere dag moet de kat van mevrouw De Kwaai jongen. De kat trippelt langs de linnenkast en denkt bij zichzelf, miauw, verrek, de steek van Jan. Die zijn er uitstekend geschikt voor, wist u dat? Nog wat later schilt mevrouw De Kwaai de aardappels in de steek. De schillenboer komt. De schillenboer komt, neemt niet alleen de schillen mee, maar ook de steek. Wegsteek. Weg, glorie, fodden. Fodden, wie heeft er nog fodden? Ik geef de hoogste waarde voor uw fodden. Geloof me, het is nou het seizoen om al uw fodden weg te doen. Wat hebt u aan die todde? Geef mij uw oude vodde. Zorgen, wie heeft er nog zorgen? Ik geef de hoogste waarde voor uw zorgen. Ik geef een bronzen carillon, een zilveren maan, een gouden zon, een zilde zomermorgen. Die geef ik voor uw zorgen. Tranen. Heeft er nog tranen? Ik geef de hoogste waarde voor uw tranen. Ik ruil ze voor een klein gedicht, een glimlach of een lief gezicht. De bomen en de lanen, die geef ik voor uw tranen.
pijn. Wie heeft er nog pijn? Ik geef de hoogste waarde voor uw pijn. Ik geef al het gras van Nederland een plekje aan de waterkant, waar bloemen en waar vogels zijn, die geef ik voor uw pijn. Verdriet, wie heeft er verdriet? Ik geef de hoogste waarde voor verdriet, een hoger waarde krijgt u niet. Voor oud verdriet, voor groot verdriet geef ik een lied. En voor een klein verdrietje, een huis, tuin en keuken verdrietje, geef ik een huis, tuin en keukenliedje, met een huis, tuin en keukenrefrein. Zo'n heel doodgewoon melodietje, zo'n liedje hoeft niet zo hoogdravend te zijn. Een liedje voor alle mensen, de dokter, de slager, papa en mama. Een lied dat de diender op wacht kweelt, dat het orgel heel zacht op de gracht speelt. Met een huis, tuin en keuken refrein. Zo'n heel doodgewoon melodietje, zo'n liedje hoeft niet zo hoogdravend te zijn. Een liedje voor alle mensen, de dokter, de slager, papa en mama. Een lied dat de diender op wacht kweelt, dat het orgel heel zacht op de gracht speelt. Een huis, tuin en keukenliedje, een huis, tuin en keukenrefrein. Dat het orgel heet zacht op de grond speelt. Tralalalala.